Hallo. Welkom allemaal bij weer een editie van de Beta Break. Jullie kunnen vandaag allemaal het toppunt van democratie aanschouwen. Jullie kunnen natuurlijk zometeen allemaal naar de stembussen, in de Oerknal, in de polder, om te stemmen, niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook over de sleepwet, of eigenlijk de WIV. De sleepwet zijn slechts een aantal regels uit die nieuwe WIV. Maar voordat jullie dat gaan doen, zijn jullie natuurlijk al heel verstandig naar de Beta Break gekomen om die sleepwet een beetje binnenste buiten te keren. Misschien wel leuk om mee te beginnen. Wie in het publiek heeft er al gestemd of weet al wat hij gaat stemmen? Handen omhoog. Dat is toch een behoorlijk aantal. Hopelijk gaan jullie geen spijt hebben na dit uurtje van jullie keuze. Maar goed, we gaan het dus hebben over de sleepwet. Misschien handig om te beginnen met een huishoudelijke regeling. Jullie kunnen altijd vragen stellen. Steek dan je hand omhoog. Dan kan Astrid naar jullie toe komen met de microfoon. En dan, als er tijd is voor vragen, dan kunnen jullie de vragen stellen. Zonder langer te vertragen, laten we gewoon beginnen. Aan tafel bij ons vandaag Sven Brinkhoff, rechtsgeleerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Heeft heel veel onderzoek gedaan naar startinformatie, zoals dat heet. Dat is informatie die tijdens het strafproces wordt gebruikt, die niet afkomstig is van politie of het juridisch proces. Dus net als voorbeeld de inlichtingendiensten, wat nu ook toepasbaar is bij de sleepwet. Pieter Bint, oud-directeur MIVD. Die weet natuurlijk heel veel van inlichtingendiensten en dit soort startinformatie. En Joran van Apeldoorn, natuurlijk student hier op het Science Park en initiatiefnemer van het referendum. En die weet natuurlijk heel goed waarom het referendum nou zo belangrijk is en wat de haken en ogen zijn van deze nieuwe wet. Laten we gewoon beginnen. Aan tafel. Right. Misschien leuk om te beginnen. Weten jullie al wat jullie gaan stemmen of hebben jullie al gestemd? Laten we het rijtje afgaan. Joran? Ik heb een redelijk goed idee. ik heb nog niet gestemd, moet nog vanmiddag. Maar ik weet redelijk zeker wat ik ga stemmen, inderdaad. En je wil nog niet zeggen wat dat dan is? Ik laat het er even bij. Prima. Pieter, ik denk dat ik het wel kan raden, maar ja, dat is goed geraden. Ik ga ja stemmen. En ik ga vanavond met mijn echtgenote stemmen in Den Haag. Ah, nou, wat een gezellige bijeenkomst. Ja. Ik heb al gestemd inderdaad, vanochtend met mijn dochter, was bij school. En ik hou ook in het midden wat ik heb gestemd, gelet op mijn rol hier. Heel goed, heel goed. Goed, laten we verder gaan. We willen nu even kort de wet introduceren en hoe de wet nou precies werkt. Want misschien Sven, handig om even uit te leggen van wat is nou precies het verschil met hoe het vroeger ging en hoe het nu als deze wet doorgaat, hoe we dat nu gaan aanpakken. Ja, deze nieuwe wet op de inlichtingendiensten die gaat een aantal nieuwe bevoegdheden voor AIVD en MIVD creëren, als die er komt. Hè? Dat is nog even dan de vraag. Dat is denk ik niet heel erg de vraag, maar oké. Wat goed is om te weten is dat deze twee diensten eigenlijk al heel veel mogen onder de huidige wetgeving. En dan kun je denken aan dingen als doorzoeken en telefoontaps plaatsen en mensen volgen en zo. Op internet gegevens naar binnen trekken, dat kan allemaal al. Het meest belangrijke wat er nu bij gaat komen is dan die sleepnetbevoegdheid. En daar is natuurlijk ook eigenlijk waar dit referendum over gaat. Terwijl de vraag die je dadelijk gaat beantwoorden als je gaat stemmen, is ben je voor of tegen de hele wet? Maar eigenlijk is dat sleepnetstukje het meest cruciale punt. En wat is dat dan? Dat noemen ze in termen van de wet, is dat onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. En dat wil zeggen als die diensten nog niet een concreet beeld hebben waar een dreiging vandaan komt, of dat nou een bepaald deel van Syrië is of een bepaald deel van Rusland, dan kunnen ze met die sleepnetbevoegdheid kunnen ze wel alle data naar binnen halen en dan via een soort gefasegewijze structuur uiteindelijk uitkomen bij degene waar dan de echte dreiging vandaan komt. En dat is het meest cruciale aan deze nieuwe wet, de sleepnetbevoegdheid. Oké, en wij waren ook benieuwd van wat voor data wordt er dan beschikbaar? Bijvoorbeeld moet het Gmail aanwerken of WhatsApp, maar denk vooral ook bijvoorbeeld aan een beroepsgeheim, want bijvoorbeeld beroepsgeheimen, kunnen jullie dan ook zien?
Het is eigenlijk allerlei vormen van communicatie kan naar binnen worden getrokken. En de diensten mochten altijd al van de ether alles naar binnen trekken. En nu komt er ook de kabel bij. Dus via fiberverbindingen kunnen ze daar alles, WhatsApp en dat soort dingen, kunnen ze naar binnen trekken. Jouw vraag is dan meer van, stel nou dat daar bijvoorbeeld wordt gecommuniceerd met een advocaat, mag dat dan ook? Dat kan op grond van de wet wel, maar dan moet de rechtbank Den Haag daar ook wel toestemming voor gaan geven. Dus als je echt bij die hele specifieke en bijzondere doelgroepen uitkomt, is er wel nog meer controle mogelijk. Je moet echt een rechter dat goed gaan vinden. Ja, misschien wil Pieter nog even op reageren. Ja, even de geschiedenis van de vorige wet. Die is actief geworden in 2002. Die is gemaakt in de vorige eeuw en het idee van dat technische onderscheid tussen de ether en een kabel, dat was erin gelegen dat het idee was, het lange afstandverkeer gaat via de satelliet en HF, de lange golf. En het lokale verkeer in Nederland, dat gaat via een kabel. In die tijd nog veelal koperkabels. Dus die bevoegdheid werd vooral ingezet in het buitenland. In het bijzonder voor de ondersteuning van militaire missies en bijvoorbeeld contraproliferatie tegengaan van de verspreiding van massa- en vernietigingswapens. Nu staat in de nieuwe wet dat die kabel daarbij komt voor die brede interceptie. Dat is omdat meer dan 90% van het verkeer over die kabels gaat. En mijn vermoeden is dat die in Nederland niet zal worden ingezet. En wel hierom. In Nederland hebben we een behoorlijk goede kennis over onze maatschappij. Er is familie, er zijn buren, er zijn maatschappelijke organisaties. Onze wetten gelden hier. Dus de diensten kunnen naar een provider gaan en vragen van wie is dit IP-adres of dit telefoonnummer. Dan wel andersom. Wat heeft deze persoon aan nummers en IP-adressen bij u lopen? En dan is een directe gerichte interceptie mogelijk. In het buitenland bestaat die kans niet. En wel moeten we elke keer, voordat we beginnen met het verzamelen, bewijzen waarom het noodzakelijk is, waarom het proportioneel is. Dus of de inbreuk opweegt tegen het doel en of er niet een lichter middel is. En daarom zie ik in Nederland deze bevoegdheid niet ingezet worden, anders dan voor cybersecurity. We zullen het zo meteen ook over de controleorganen hebben die bij deze wet een belangrijke rol spelen. Maar u zegt dus, het slepen zal niet worden ingezet in Nederland. Bedoelt u dat? Anders dan voor cybersecurity. Zo staat het niet in de wet. En dat komt omdat we het enige land ter wereld zijn die één wet hebben voor binnen- en buitenland. Alle andere landen hebben een ander stelsel of privacybescherming in het binnenland dan voor het buitenland. Er zijn drie redenen voor. Eén, de externe dreiging die loopt over in interne dreiging. Een tweede reden is dat Nederland is een juridisch land. Den Haag als de juridische hoofdstad van de wereld. Waarbij het belangrijk wordt gevonden dat Nederlanders en buitenlanders dezelfde privacybescherming hebben. En ten derde, we hebben in Nederland twee diensten. Dat is in het buitenland ook anders geregeld over het algemeen. Die beiden in het buitenland en in het binnenland werken. Dus in het ultieme geval zou je dan ongeveer vier wetten krijgen. Er is voor gekozen om het in één wet te doen. Maar door die getraptheid in elke fase van de interceptie, want er zijn drie fases, dat je moet bewijzen waarom het noodzakelijk proportioneel en subsidiair is, aan de minister, aan een commissie en daarna toetsing tijdens en achteraf, voorzie ik dat het in Nederland anders dan voor die cybersecurity niet wordt ingezet. Als ik dit zo hoor, dan hoeven we ons eigenlijk om weinig zorgen te maken. Als het toch niet wordt gebruikt. Maar is het dan niet belangrijk dat dat ook in de wet wordt opgenomen als hij toch zegt dat het niet nodig zal zijn? Misschien ben ik benieuwd wat Joran daarvan vindt. Dat vind ik ook een beetje het rare aan wat ik hier nu hoor. En dat hoor je wel vaker van, ja, maar we gaan het niet zo erg breed inzetten en zo. Ja, maar baken dat dan af in een wet. Het hele probleem met dit soort wetten is, het geeft bevoegdheden van de overheid aan, van de inlichtingendienst in dit geval. Dan moet je die bevoegdheden precies zo
aangeven als je ze wil hebben. Dus als je zegt, we willen precies dit ermee gaan doen, zet dat dan in die wet. Je zegt, we moeten 4 wetten. Je kan best in 1 wet een artikel hebben over het gebruik in het binnenland en een artikel over het gebruik in het buitenland. Daar hoef je niet 4 losse wetten te gaan schrijven. Dus ik vind het een beetje een rare redenering van, ja, geloof ons nou maar op onze mooie blauwe ogen, dat ondanks dat we je heel weinig kunnen vertellen over wat we als inlichtingendiensten doen, gelukkig, dat hoeven we ook helemaal niet te weten. Het vertrouwen wil ik ook best geven aan de inlichtingendiensten, maar dat we dan toch deze wet alleen maar zo gaan gebruiken zoals je hoopt dat we hem gebruiken. Maar ja, laat het er maar wel in staan dat we het ook in het binnenland kunnen gebruiken. Dat is toch raar? Daarom ben ik van mening dat je nu kan zeggen van, ga nou even opnieuw naar die wet kijken. We stellen ook helemaal niet voor met dit referendum van gooi hem helemaal weg. Maar kijk er even opnieuw naar en verander juist precies dit soort dingen. Als je al zegt van, we hebben alleen maar de bevoegdheid in het buitenland nodig, nou, zet dat in de wet. Dat is iets moois wat je na een referendumuitslag kan veranderen. Sven, jij hebt hier de wet voor je liggen, ja. Volgens mij. Ik heb hem altijd bij me met dit soort dingen, dat is handig. Maar het klopt inderdaad. Er staat in de wet gewoon, ongeacht waar een en ander plaatsvindt. Dus het kan inderdaad, deze bevoegdheid kan gewoon in Nederland worden toegepast. En je ziet in de discussie ook in de voorbeelden die de minister en de minister-president altijd aanhalen, dat nooit Nederland wordt genoemd, dat een stad in Nederland hier het doelwit van kan worden. Maar zoals Joran ook zegt, de wet maakt het wel mogelijk. En dat is een beetje ook het ongemakkelijke, denk ik, aan dit deel van de wet, misschien ook wel aan de hele wet. Als die er daar eenmaal door is, dan geven we dus wel dit soort vergaande bevoegdheden aan deze diensten. Weliswaar inderdaad met heel veel controle erop. Maar het is wel mogelijk. En mijn gevoel is wel, als diensten goed onderbouwen, dat het misschien toch in de toekomst wel in Nederland nodig is, dat het dan toch wel zou kunnen gebeuren. Ja, dus ik bedoel, als we nu deze wet gaan bediscussiëren, dan moeten we er ook van uitgaan dat het, zeg maar, het kan gebeuren in het binnenland. Dus laten we ook de discussie voeren alsof dat ook gaat gebeuren. Precies, ga van de worst case scenario uit. Ja. Pieter? De commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten, die hebben uiteraard ook een oordeel gegeven over de wet. In het begin waren ze kritisch en inmiddels zeggen ze, het is niet perfect, het is een 7. Gisteren hoorde ik Harm Brouwer in Den Haag zeggen, ik heb nooit een 10 gehaald en die zie ik ook niet zitten in wetgeving. Ik geloof ook inderdaad dat je wetgeving niet op één dag kan maken en dat het volgende dag nog steeds een 10 zal zijn. Dus eigenlijk heeft hij een score tussen 7 en 8. Hij heeft gezegd, idealiter zouden alle toezeggingen die ik na de goedkeuring in de Eerste Kamer heb gehoord, zouden die in de wet staan. Dat staan ze niet, maar een opmerking van een minister van een kabinet in de Kamer is niet gratis. Dus hij gaat daar het kabinet aanhouden. Omdat er in het regeerakkoord staat dat de wet binnen 2 jaar start de evaluatie, dan zal dit zonder meer worden meegenomen. En het zou mij helemaal niets verbazen als een aantal woorden, zinnen, dan wel artikelen aan de hand daarvan worden gewijzigd. Wat misschien ook wel goed is om toe te voegen, dat voordat er überhaupt gesleept gaat worden, is er een hele nieuwe toezichtscommissie eigenlijk in het leven geroepen, die dus losstaat van AIVD en MIVD. En als zij bijvoorbeeld zeggen, dit gaan we niet doen, dan gaat het ook niet gebeuren. Ja, we kunnen even laten zien wat er precies moet gebeuren. Zoals je hier kan zien, dat kan jij waarschijnlijk beter uitleggen dan ik, dat dus eerst de MIVD en de AIVD goedkeuring moeten krijgen. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk de kaders zijn geschetst nu voor hoe de wet precies werkt. Dus misschien wel handig om het even te hebben over wat is de aanleiding tot het slepen, dus wanneer mag je slepen en wat zijn precies de controleorganen die nu in werking zijn om te controleren of dat wel wetmatig gebeurt. Dus om met dat eerste punt te beginnen. Wanneer, laten we dus van uitgaan dat het ook in het binnenland gaat gebeuren, wanneer mogen we data slepen? Ja, dus dan toch even. Wie doet dat? Dat kan gebeuren. Ook altijd weer even in perspectief zetten. Hè. Dus de diensten anno nu mogen al heel gericht tappen. Dat wil zeggen, we hebben Pietje in beeld. Pietje is een dreiging, want hij gaat slechte dingen doen. Dus die gaan we tappen. De nieuwe wet maakt mogelijk dat als we Pietje nog niet in beeld hebben, maar wel het idee hebben, er is een dreiging.
wat voor een dreiging dan ook die de Nederlandse rechtsstaat bedreigt. Dan kun je dit gaan inzetten, deze artikel 48, 49, 50, om uiteindelijk de dreiging te kunnen pinpointen. Wie hebben we ermee te maken? En dus daar zal het altijd mee beginnen, met een verhaal van AIVD, MIVD. Wat dus met ongekende dreiging is. Die kunnen ze bijvoorbeeld uit het buitenland krijgen, dat er wel iets aan het broeien is. En dan kan deze sleepnetbevoegdheid worden ingezet. Ja, en waar baseren ze dat zeg maar op? Ja, dat kan dus informatie van buitenlandse diensten zijn. Informatie die ze zelf binnen hebben getrokken. Zo zal dat beginnen. Dus er staan wel wat voorbeelden, niet in de wet, maar wel in de teksten eromheen. Ja. En dan komen de bekende voorbeelden van een stad in Syrië. Waar bekend is dat er mogelijk mensen uit die stad, bijvoorbeeld uitgereide jihadisten, dat die weer terugkomen naar Nederland. Dan kan het bijvoorbeeld heel handig zijn om te kijken hoe lopen de communicatielijnen tussen die stad en Nederland. Dat is een voorbeeld wat dan genoemd wordt. Oké, duidelijk. En laten we dan nu even focussen op die controleorganen. Misschien handig als Pieter bijvoorbeeld ons daar gewoon helemaal doorheen loopt. Van de MIVD of de AIVD wil een netwerk gaan slepen of een ether. Wat zijn de stappen die worden genomen ter controle van de aanvraag en van het hele proces? Ja, zoals eerder gezegd, het heet onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Dat begint dus bij een opdracht. Dat is een jaarlijkse cyclus waarbij met een deel van het kabinet wordt verzameld wat zijn de vragen. Dat wordt verzameld, dan doen de beide diensten gezamenlijk een soort offerte, want er wordt altijd iets meer gevraagd dan dat we kunnen. Dat leidt uiteindelijk, na een paar rondes, tot een geïntegreerde aanwijzing. Daar staan de opdrachten in. Dan als wij aan de hand van die geïntegreerde aanwijzing maken we onderzoeksplannen. De hoofdvraag, de subvragen, de methodes waarmee we die vragen het beste kunnen beantwoorden. En dan in een aantal gevallen is die onderzoeksopdrachtgerichte interceptie het middel om achter het antwoord te komen. Zoals ik al zei, vooral in het buitenland, ik kan daar nog wel wat voorbeelden van geven. Dan moet de betreffende dienst een verzoek indienen bij de minister. Dit is de situatie, dit is wat we willen weten. Het past binnen deze opdracht, het past binnen deze wettelijke taak. Om deze reden is het noodzakelijk, om deze reden is het proportioneel, om deze reden is het subsidiair, dus er is geen lichter middel. In het geval van die oog, want de tip gaat over nog veel meer bijzondere bevoegdheden. Maar in dit geval, als het niet de ether is, maar de kabel, waar die kabel dan ligt, welke subkabel we moeten hebben, welke fiber en in sommige gevallen zelfs welke kleur. Vanaf het begin zo gericht als mogelijk. Dan begint de interceptie, dat komt dan in een trechter. Alles wat niet nuttig en relevant is, moet direct vernietigd worden. En dan houden we een bak informatie over. Op het moment dat daar algoritmes op worden losgelaten, dan wel mensen in mogen kijken, dan moet er een nieuw verzoek worden gedaan. Weer met alles erbij, noodprop sub. Dat is een zeer beperkte groep van beide diensten. Die mensen die daarin mogen kijken. De rest kan er niet bij. Dat is afgeschermd. En als die groep denkt, dit is nuttig voor een specifiek onderzoeksteam, dan moet er weer een verzoek worden gedaan om die data aan die mensen vrij te geven. Op het moment dat er verlenging wordt gevraagd van zowel het verzamelen, het verkennen als het doorgeven aan het team, dan moet bij het verlengingsverzoek al dat voorgaande worden verteld, plus wat is er in de afgelopen periode ontvangen en wat is er mee gedaan en wat heeft het opgeleverd. Dus een voortdurende cyclus van die noodprop sub. De CTIVD, of de TIP, is verplicht in de wet om openbaar een jaarverslag te maken. Ik weet al niet hoe dat eruit ziet,
Want ze mogen zelf hun reglement schrijven. En de CTIVD die maakt hier rapporten van. Die in het openbaar met het parlement worden besproken. Waarna de activiteit gestopt wordt. De wet wordt gewijzigd. Dan wel er brede instemming is. Ja, we hebben hier een schemaatje voor ons van hoe, hoe dat er ongeveer aan uitziet, zo'n aanvraag. Misschien, Sven, ik weet niet of dit duidelijk voor jou is, maar kan jij ons vertellen wat de TIB is, wat de CTIVD is, wat zijn precies hun rollen? Ja, dus de TIB, die, ik denk iedereen ziet hem, hè? Dat is iets wat we anno nu nog niet kennen. Dat is een onafhankelijke toezichtsorgaan wat er gaat komen met deze wet. En die gaat dus voorafgaand aan onder meer deze bevoegdheid, maar ook een heel rijtje andere bevoegdheden, gaat zeggen, gaan we het wel doen of niet doen? Dus zeggen, een dienst heeft inderdaad een bepaald idee dat ze op een bepaalde plek willen gaan kijken. Dan moet ten eerste dus de minister toestemming geven dat dat echt gaat gebeuren. En die TIB moet toestemming geven. En daarna mag pas het sleepnet worden uitgegooid. En dan inderdaad, dat sleep heeft eigenlijk drie fasen. Artikel 48, 49, 50. Voor elke fase moet weer TIB toestemming geven. En als ze dat niet doen, dan gaat het niet door. En dan om het nog even af te maken. De CTIVD die gaat terugkijken. Dus die gaat, als het allemaal gebeurd is, terugkijken. Van, voldeed het nou aan alle wettelijke eisen die er zijn? Dus als ik het, goed begrijp, de TIB die controleert de aanvraag of die, ja. En de CTIVD controleert achteraf of het allemaal goed is gebeurd. Als het ja, dan, en dan ja. Moet je nog wel iets misschien over zeggen van die TIB die kennen we anno nu nog niet. Dus we weten niet hoe zij hun taak gaan oppakken, hoe kritisch ze zijn. En wat je, als je toch ook een kritische noot wil kraken, zij gaan natuurlijk gaan varen op de informatie die de diensten hun geven. Ook wat betreft noodzaak om het überhaupt te gaan doen. En dat is dus de vraag, hoe kritisch gaat zo'n TIB erin staan in dit geheel? En daar wil ik ook Joran, misschien? Daar wil ik ook wel aan toevoegen. Eén commentaar dat ook wordt geleverd op deze manier. Het is een kleine commissie van 3 personen. En dan krijg je een stapel aanvragen en dan wordt gezegd, ja, als je hier geen ja tegen zegt, dan is er wel een kans op een terrorisme-dreiging. Dus de neiging wordt wel heel groot om better safe than sorry aan te houden. Waardoor eigenlijk de verwachting is, en dat zien we ook in het buitenland bij veel andere diensten die al soortgelijke systemen hebben, dat die aanvraag van tevoren altijd gewoon maar goed gekeurd, want niemand durft nee te zeggen tegen een dienst. Zeker niet als je op hun eigen informatie afgaat. En de bijkanttekening dat de controle achteraf, het advies daarover is niet bindend. Dat is een advies aan de minister en dat mag de minister gewoon altijd naast zich neerleggen. Dus uiteindelijk doet die controle achteraf, ja, je zit een minister, zeg je ja, maar dat je eigenlijk niet moet doen, zegt de minister. Ja, oké. Okay. Ja, dat gaan we toch weer doen, maar ja, top. Volgens mij wil Pieter zo gezegd, en daarna doen we daarna, de vraag aan het publiek. Ja. De TIB staat in de wet, mag ook mensen horen van de diensten. De diensten zijn daar verplicht om te antwoorden. En de CTIVD controleert daar ook op of die toestemming zinnig is geweest. In het begin was daar discussie over. Je hebt twee onafhankelijke organen die over één wet gaan. Wat gebeurt er nou als ze het met elkaar oneens zijn? De uiteindelijke discussie is dat de CTIVD wel degelijk een uitspraak mag doen over één, de kwaliteit van de argumentatie van de beide diensten. Maar ook over het oordeel van de TIB. Dan over dat bindend advies. Als je stel dat de CTIVD dat bindend advies zou hebben, dan zou een onafhankelijke commissie in Nederland eigenlijk verantwoordelijk worden voor het handelen en het niet handelen van de diensten. Nu rapporteert de CTIVD eerst aan de minister. Die is verplicht, staat in de wet, binnen 6 weken het rapport naar de Kamer te sturen met een reactie, waarna die de reactie van de minister, ik doe het wel of niet, wordt besproken. Dan staat het aan de Kamer vrij om de minister naar huis te sturen, om de wet te wijzigen. Daar is een discussie over. De toezeggingen daar van een minister zijn niet gratis weer. De CTIVD die controleert na een tijdje, hebben die diensten nu gedaan wat die minister beloofd heeft. En ook daar is weer een discussie over. Hiermee is een voortdurende, opschonende en controlerende loop gecreëerd. Waar als je dat zou hebben met een onafhankelijke commissie, zou je dat niet hebben. In de geschiedenis tot nu toe
wordt 99% van de aanbevelingen worden overgenomen. Bij vervolgonderzoeken blijkt dan wel dat soms de implementatie van het besluit van de minister niet goed is gedaan. Maar daar is een openbare discussie over. Ik raad iedereen aan om de site van die CTIFD eens te bezoeken. Om naar de kwaliteit van die rapporten te kijken, hoe diep ze gaan en wat de ministers ermee gedaan hebben. Volgens mij, sorry voor de dame uit het publiek, maar volgens mij wil Joran hier nog heel graag iets over zeggen. Ja, dat het hebben van een onafhankelijke commissie die bindend meer een veto heeft, is wel iets heel anders dan dat ze volledig de diensten bepalen. Dat vind ik een beetje een rare stelling. Het enige wat ik zeg is dat op het moment dat ze zeggen, hey, je bent te ver gegaan, dat ze dan kan terugfluiten. Dat is iets heel anders dan dat je volledig verantwoordelijk bent als onafhankelijke commissie voor de diensten. Het is gewoon nog steeds de minister en de Kamer die dat ook kunnen, die beslissen wat er in principe gebeurt. Maar je kan ook een bindende commissie hebben die bindend kan zeggen, hey, maar dit mag niet. In plaats van dat ze zeggen, dat betekent niet dat ze meteen de hele diensten regelen. Ik wil even een vraag uit het publiek doen. Dit is een interessante discussiepunt, ik merk het al. De CTIFD zelf heeft niet gevraagd Pieter. Sorry. Eerst even een vraag uit het publiek en daarna kunnen we verder discussiëren. Onderbreken. Ik ben Sanne, ik studeer scheikunde. Ik had alleen een korte vraag over dat hele proces van aanvraag tot goedkeuring klinkt enorm ingewikkeld. Hoe lang duurt zoiets dan? Nou, daarvoor moet je ook wel zeggen, er kunnen ook wel combinatie goedkeuringen worden gegeven. Dus het kan allemaal heel snel. Het kan snel. Snel is snel. Is dat een dag? Is dat een week? Is dat? Ik denk, misschien ja, kan jij dat beter beantwoorden. Met deze nieuwe bevoegdheden hebben we nog geen ervaring. Dat moeten we zien. Bij andere bevoegdheden is het proces ongeveer 6 dagen, dus zeg een week. Soms is dat te lang. Nu is daar een spoedprocedure voor, waar ik naar de secretaris-generaal of naar de minister belde. En dan kreeg ik toestemming, er moest wel papierwerk binnen 24 uur zijn. Ook nu is er een spoedprocedure, waarbij na toestemming van de minister de activiteit wel gestart mag worden. Maar zo snel mogelijk de tip geïnformeerd. Als die daarna nee zeggen, dan moet de informatie die in de periode is verzameld direct worden vernietigd. En de CTIVD die controleert dat. Oké, duidelijk denk ik. Wil ik toch weer de discussie een beetje terughalen naar dat prangende punt waar we net op waren. Want als ik goed begrijp, de commissies zijn niet bindend. Of de uitspraken van de commissies. Van de TEB wel. Van de TEB is binnend, ja. Maar niet van de CTIVD. Dat is toch schadelijk, want dat kan als schadelijk worden ervaren. Want de CTIVD kan eigenlijk nu iets afkeuren, maar dat heeft geen invloed op het uiteindelijke juridisch proces, als ik dat goed begrijp. Nee, want de CTIVD die rapporteert daarover in de Kamer. En dan gaat het door ons gekozen Kamer met de minister in discussie over of het besluit van de minister correct was. In de 5 jaar dat ik directeur was, is dit 1 keer voorgekomen. Minister Hille die reageerde op een rapport van de CTIVD over hoe wij search pleegden. En dat is, zegt de stap 2 en 3, of eigenlijk 1 en 2... van de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, zoals die nu in de wet is beschreven. De CTIVD zei dat wij dat onrechtmatig deden, omdat we dingen deden die niet in de wet stonden. Minister Hille zei toen, we gaan er toch mee door, want het brengt militairen in gevaar in inzetgebieden. Daar is een discussie over geweest in de Kamer en hij heeft kamerbrede steun voor dat besluit gekregen. Oké, ik weet niet of Joran hier nog iets aan. In ieder geval wel een interessant punt om over na te denken. Misschien, je zei het net al een beetje. Heb jij nou voorbeelden uit het verleden waar je graag dus zo'n sleepnet zou willen hebben uitgeworpen, maar dat dat niet mogelijk was door de wet natuurlijk? We hadden één waar. Waar de brede interceptie wordt gebruikt is bijvoorbeeld bij Somalië. Daar heeft de CTIVD ook een mooi rapport over geschreven. Zoek het eens op, zou ik zeggen. Waarbij vanaf een schip geïntercepteerd werd om te kijken wat de plannen waren van
piratengroepen. Omdat er zo af en toe ook communicatie, fysieke communicatie aan de wal was. Om ook medische steun te verlenen. Dan is het handig om te weten. Wat zijn de intenties, capaciteiten en de activiteiten van die mensen. En dan zeker van de mensen die kwaad in de zin hebben. Want we werden daar wel uitgenodigd. Maar niet iedereen was het daar altijd mee eens. Ook dat heeft mensenlevens gered. Dan wel de effectiviteit van die zorg verhoogd. Een voorbeeld waar ik die kabel graag zou willen hebben is in het dossier contraproliferatie, dus het tegengaan van massavernietigingswapens, waar we een behoorlijk goede informatiepositie hadden, maar steeds meer zagen wegvallen communicatie wat in de kabel verdween. Soms, als je dan weet waar wat een IP-adres is, dan kan je dat gericht benaderen. Maar als de architectuur verandert, dan ben je dat kwijt. En dan zou je graag eerst breed willen zoeken om dan zo snel mogelijk te komen waar je moet zijn. Dus u zou, dat is denk ik wel duidelijk, maar u zou heel veel baat zien bij het sleepnet eigenlijk. Nou, bij de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Ja, nee, oké. Prima, goede nuancering. Ik denk dat dat we door kunnen gaan naar toch wel de kern van, ik denk, naar de controversiële kant van deze wet. Namelijk het risico op privacy. En laten we gewoon beginnen met een beetje een ethische vraag. Waarom is privacy überhaupt voor ons belangrijk? Misschien de rechtsgeleerde ethicus. Oké, ethicus doen we erbij, ja prima. Dat hoort toch ook bij. Dat is altijd een hele moeilijke. Als je privacy afzet tegen wat diensten natuurlijk inbrengen, staatsveiligheid en dreiging voor terrorisme, dan zie je vaak zeker, ik bedoel, in Nederland hebben we godzijdank nog niet echt een grote terroristische aanslag gehad, maar stel dat dat wel zou gebeuren, dan verliest privacy, verliest het altijd. Toch denk ik dat niet goed is, ook in dat soort tijden. Privacy is inderdaad anno nu ook nog heel erg van belang. En mensen zeggen wel vaak, ja, als je toch niks te verbergen hebt, wat maakt het dan uit dat de overheid alles van me weet? Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat ieder mens iets te verbergen heeft. En er zijn allemaal geen snode dingen. Maar wel gewoon, laat ik het heel klassiek maken, de liefdesbrief of liefdes-e-mail zal het anno nu zijn naar je geliefde. Dat type dingen wil je gewoon niet dat de overheid ziet. Dus privacy is een groot goed, is ook noodzakelijk in een democratische samenleving dat de overheid echt niet alles van je weet. En daar is het ook waard voor om voor te strijden. Daarom is het heel goed dat dit referendum er is gekomen. Dat die discussie nu wordt gevoerd. Want het is ook wel, het is breder dan dit. We hebben het nu over de sleepwet. Maar als je ook kijkt wat de politie meer gaat mogen kunnen in de nabije toekomst qua hacken. Wat je ziet wat de FIOD en allerlei andere instanties. De privacy wordt wel steeds meer ingeperkt door de Nederlandse staat. Dus het is goed om het daarover te hebben. Joran? Ja, twee dingen die ik daar eigenlijk aan wilde toevoegen is, zoals als je zelf helemaal niks te verbergen hebt. Je vindt het oké als je liefdesbrieven of iets moderner, je naaktfoto's bij de AIVD liggen. Dat kan, maar er zijn misschien mensen die je wel wil dat ze iets kunnen verbergen. We noemden al even advocaten eerder. Nou, er zitten speciale regels om, maar alsnog dokters, artsen, maar ook journalisten bijvoorbeeld. Denk aan klokkenluiders bij de overheid. Het is in principe illegaal om sommige documenten te delen met journalisten. Maar je wil wel dat het in sommige gevallen kan. Je wil dat journalisten hun bronnen kunnen beschermen. Dus zelfs als jij niks te verbergen hebt, wil je misschien dat sommige mensen in onze samenleving wel dingen kunnen verbergen. En dat dat niet allemaal als bijvangst meekomt. Daarnaast denk ik ook, het wordt vaak gedaan in het debat dat privacy tegenover veiligheid wordt afgezet. Alsof het een soort keuze is. Van als je veilig wil zijn, moet je privacy opgeven. Maar het is ook belangrijk om te melden dat er deze week nog een statement was van allemaal cybersecurity experts die zeggen, nee, deze wet maakt ons ook deels onveiliger. Want extra aftappunten in de kabel zetten zorgt voor extra onveiligheid. Het kunnen hacken van derden zorgt dat de diensten er baat bij hebben om zero-day attacks geheim te houden, dus bugs in software. Wat gewoon de Nederlandse samenleving juist op het cybergebied juist onveiliger maakt. De diensten hebben hier enorm veel baat bij om enorm hoop zwakheden in ons internet te creëren. En wat natuurlijk ook een punt is wat heel erg pleit om gewoon heel goed over dit soort wetgeving na te denken. Kijk, even los van je politieke voorkeur, maar op dit moment hebben we denk ik een redelijk nette regering zitten. Maar goed, Amerika heeft misschien wel laten zien dat het ook zomaar anders kan zijn. En dan wordt dit type wetgeving wel een stuk enger dan dat die nu misschien is. En daarom is het goed om die eigenlijk enge regering proof te maken, zou je kunnen zeggen. Ja. Pieter? Nee, graag het beeld van huidige Amerikaanse regering, dat deel ik. Dat vind ik erg eng. Ik zie dat
als een gevolg van het hebben van een tweepartijenstelsel. En sinds we Nederland hebben opgericht, hebben wij een coalitiecultuur, wat altijd een behoorlijk dempende werking heeft. Het enige positieve wat de ontwikkelingen in de Verenigde Staten tot nu toe, vind ik dat de onafhankelijke instituties wel werken. Zodat het niet zo gek is zoals het zou kunnen zijn. Dus die vrees ten aanzien van deze wet, die zou dan kunnen worden misbruikt, die heb ik niet, omdat ik vertrouw in die coalitiecultuur, de structuren die daarbij horen, een onafhankelijke rechterlijke macht. Want als je het niet eens bent met de wet, dan wel hoe je behandeld bent, dan staan alle wegen naar rechters staan open. En de onafhankelijke media en het onafhankelijke toezicht en onderzoek. Dus het beeld van het buitenland heb ik wel. In Nederland zie ik dat niet snel gebeuren. Sorry, maar hoor ik nou dat er nog nooit een enge overheid is voortgekomen uit de coalitiestructuur? Goeie vraag. We kunnen wat historische voorbeelden afgaan, lijkt me. Maar laten we dat niet doen, want dat wordt snel een beetje drogreden en dingen. Maar ik vind het nogal een raar argument om te zeggen, nou, in het buitenland daar gaat het inderdaad heel erg mis met dit soort wetgeving, met welke voor overheden we hebben. Ze die hebben, maar ja, wij zijn magischerwijs, zijn we zo geweldig dat het hier nooit mis kan gaan in de toekomst. Nee, ja, nee, misschien het ging om wat ik ook zei, in de Verenigde Staten werken de onafhankelijke instituties nog steeds. Anders zouden ze al echt over het randje zijn gevallen. Nou ja, we hebben het Snowden Leaks deels wel gezien dat er echt heel veel over het randje is gegaan. En waarom denkt u dan, waarom heeft die tweepartijenstructuur dan invloed op het proces? Waarom is dat dan anders als er een coalitiestructuur heerst? Nou, uiteindelijk kom je in de Verenigde Staten tot twee kandidaten. Waarbij de huidige president gekozen is omdat een hoop mensen de andere kandidaat niet zagen zitten. Voor een groot gedeelte. En het woord compromis, daar wordt geen enkele invulling meer aan gegeven. En dan, dat is een maatschappijsplijter van enige omvang. Dat vind ik een enge ontwikkeling. Om toch die enge regeringlijn nog even door te trekken. We hebben het net gehad over CTIVD, TIB, ja, de controleinstanties op dit type bevoegdheden. In de enge regering toekomstscenario, dan is het natuurlijk wel zo dat de leden van dit soort commissies worden benoemd door de minister. Dus dan kan een enge regering kan direct invloed hebben over hoe de controle vorm gaat krijgen. Dus, dus zo onafhankelijk met de klinkt het allemaal van niet. De Kamer. Maar minister zit er ook altijd met instemming van de Kamer. En dat is inderdaad 76 van de 150 zetels. En dat klopt. Maar dat is het hele scenario waar we nu in zitten te denken. Is, misschien heb je op een gegeven moment, door hoe de stemmen zijn uitgevallen, op een gegeven moment een keer een regering die na een paar jaar niet meer veel meer wil dat ze deze mogelijkheden hebben. Ja, daar zitten natuurlijk wat haak en oog aan. Toch een beetje binnen het kader van privacy te blijven. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd naar van wat nou als er aanwijzingen worden gevonden tijdens dat slepen op een misdrijf wat niet het sleepdoel was. Wat moet de AIVD daar dan mee doen? Oh, dat is ook goed om daarover te hebben. Want de misvatting is vaak dat de AIVD in Nederland dat die bezig is met het opsporen van strafbare feiten. Maar in Nederland hebben we daar een hele harde knip, bestaat al sinds de eeuwigheid, tussen politie en openbaar ministerie die onderzoek doen naar strafbare feiten. En inlichtingendiensten die als doel hebben onder meer om Nederland veilig te houden qua dreiging en zo. Wat natuurlijk wel kan, dus dat staat los van elkaar. Wat natuurlijk wel kan is dat de AIVD gedurende zijn werk stuit op een partij drugs, een partij wapens en natuurlijk ook heel veel weet over terrorisme. En die informatie kan inderdaad wel worden gedeeld met de politie via het zogenaamde ambtsbericht. Dus in die zin kan wat de inlichtingendiensten aan werk doen en aan gegevens vinden wel tot een strafzaak leiden via het ambtsbericht. Maar moet het AIVD dat melden aan het OM of nee, kunnen ze dat doen? Het is een discretionaire bevoegdheid, dus dat kunnen ze doen. En dat gebeurt zo'n 20, 30 keer per jaar. Meestal in terrorismezaken, maar je ziet ook wel eens andere zaken. Maar dat kan natuurlijk wel een stuk meer gaan worden op het moment dat je een hele hoop bijvangst creëert. En dat is wel een groot verschil. Want er wordt een hele hoop data opgeslagen voor later gebruik die mogelijk dit soort dingen ook bevat.
Dus dit is wel gebaseerd op hoe het vroeger ging. En in het buitenland is ook gebleken dat dit soort wetten wel zijn gebruikt om bijvoorbeeld mensen die illegaal films downloaden of uploaden op te pakken. Terwijl het totaal niks met het idee van de wet te maken had. En het is discutabel of dat niet ook goed is natuurlijk. Je kan zeggen, ja, het is wel een strafbaar feit. Maar het is niet wat de gedachte achter de wet is. Maar... Ja, we gaan het daar ook nog wat meer over hebben. Pieter wil nog graag reageren. Nou ja, dat is ervan uitgaande dat hij dus in Nederland zou worden ingezet. En op het moment waar ik dus niet van uitga, het illegaal downloaden van een film zou in de filtering valt die weg. Want de filters moeten zo snel als mogelijk leiden tot de dreiging die er in het verzoek stond. En daar controleert in het verzoek voor toestemming om de bevoegdheid in te zetten, moeten ook die filter settings moeten worden beschreven. Dus wat dat oplevert. CTIVD die controleert dat ook. En dat iemand een film downloadt. Denk nu wel aan grotere misdrijven, dus niet per se film downloaden, maar echt Nou, de MIVD die heeft een keer bekeken naar Russen in Nederland en zien daar een Nederlandse meneer doorheen lopen die F-16 geheimen wilde verkopen. Dan overleg je ook over terrorismezaken met een specifieke officier van justitie. En dat overleg gaat er dan over, als we je dit soort informatie geven, ga je er dan ook iets mee doen. Want je bent het daarna wel kwijt. Als die dan zegt ja, dan maken we daar een ambtsbericht van. Dat ambtsbericht komt gewoon in het strafdossier en is dus openbaar. De onderliggende documenten kunnen gecontroleerd worden door een rechtercommissaris in bijzijn van de advocaat van de verdachte. Ik heb dat zelf meegemaakt in de zaak van de F-16-piloot. Maar het probleem is hier volgens mij niet zozeer dat er dan nog, of er nog wel genoeg controle is op wat de informatie is. Het probleem is dat er opeens als bijvangst een hele hoop informatie is die normaal in ons rechtsstaat helemaal niet überhaupt in je strafdossier zou zitten. En ik denk dat een van de dingen die misschien in Nederland meer een rol zou spelen als het gaat over buitenlandse, als we heel veel buitenlands gaan opvangen. Het criminele circuit in het buitenland heeft qua drugshandel bijvoorbeeld heel veel met Nederland te maken. Dus of nou opeens coffeeshops opgerold gaan worden op het moment dat bekend wordt waar een stash vandaan komt. Dat soort dingen. Je kan je een hele hoop gaan afvragen. En het is een beetje. In het buitenland blijkt wel dat er heel veel gebruik van is gemaakt al. Om dus inderdaad andere misdraven en dit soort wetten te doen. En het is natuurlijk niet dezelfde wet. Ik zeg niet dat het exact dezelfde wet en dezelfde systemen zijn. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk heeft de GCHQ aanzienlijk veel bredere en meer bevoegdheden. En daar staat ook in de wet dat ze hiervoor gebruikt mogen worden. De NSA werkt ook voor de FBI en gaat voor grote criminaliteit. Ja. In onze wet. Valt dat niet onder de taken en we krijgen alleen toestemming als iets binnen een opdracht valt, binnen een taak, no prop sub, de kwaliteit van de filtering en altijd gericht op het verwerken van informatie als het gericht is op een dreiging. Dat mogen vage criteria lijken, maar stel dat je vandaag zou opschrijven en vandaag klopt het. Alleen meneer A en mevrouw C mogen het doel zijn. Morgen is dat weer anders. Door die plicht om dat zo nauwkeurig mogelijk op te schrijven en de controle daarop, denk ik dat we een wat toekomstvastere wet hebben dan als je dat heel rigide zou opschrijven. Nog misschien één kritische kanttekening rondom dit verhaal. Dat is zo, hè. Dus de inlichtingendiensten hebben een ander taakaccent dan de politie, maar er zit absoluut overlap in. En die vind je het meest zichtbaar natuurlijk rondom terrorisme. Dat is een vijver waarin zowel de politie aan het vissen is als de IVD. Ja, want om nog korte toevoeging te vragen eigenlijk. U heeft het over die filters. Hoe werkt dat in praktijk? Zijn dat algoritmes die bepaalde data wegfilteren? Of zijn dat wel mensenogen die daar naar kijken? Want dan blijft het probleem hetzelfde, lijkt me. Tot nu zijn dat bijvoorbeeld in inzetgebieden of in Buren, terwijl de filters ook ergens anders kunnen staan natuurlijk. Die vormen sociale netwerken van nummers.
Het is niet een persoon. De interceptie is een IP-adres of telefoonnummer. Dus apparaat naar apparaat, het moment en de duur. En soms de positie daarbij. Daar worden netwerken van gemaakt en dan wordt gekeken een nummer dat we al kennen van een dreiging, van een ander kenmerk. Ah, okay. Zit dat in die bak? Dan wel zien we nu iets ontstaan waar we een dreiging in kunnen onderkennen. In de wet staat iets over algoritmen en dat die beschreven moeten worden. Zodat door de CTIFD te controleren is de werking en de ontwikkeling van die algoritmes. Maar uiteindelijk moet wel een mensenogen moeten de uiteindelijke beslissing maken. Altijd. Ja. Maar dan kanttekening over het beschrijven van algoritmen. Ik weet niet, er zitten waarschijnlijk wat AI-studenten hier in de zaal. Dat het redelijk weinig zin heeft om je AI-algoritme te beschrijven als je niet de traindata er allemaal bij geeft en precies ziet. Je kan een neural network of aan een ander AI-systeem niet zien waarom het bepaalde selectie uitvoert. En het kan heel eng worden waarop op een gegeven moment opeens geselecteerd wordt. Daar kunnen hele AI's kunnen heel makkelijk racistische kantjes bijvoorbeeld opbouwen. Dat is niet te verklaren. Dus het is goed dat er natuurlijk nog door mensen naar wordt gekeken, maar je hebt wel een soort selection bias daar al. Ja. En waar je niet precies ziet wat er gebeurt. En dan kun je wel de Python-code of wat het dan ook is aanleveren, maar daar schiet je weinig mee op. En daar heeft de CTIFD al van gezegd, daar gaan wij dus streng op letten. Het besluit om dit zou een dreiging kunnen zijn en dit geven we dus door naar een team waar de verwerking daadwerkelijk gebeurt, zal altijd een menselijk handelen zijn. Met weer, waarom is het noodzakelijk proportioneel subsidiair? Ja, hoewel je misschien ook wel liever hebt dat er, als je de algoritmes gelooft, wil je misschien juist liever dat het algoritmes zijn dan mensenogen. Met het oog op privacy dan, want je wil eigenlijk dat mensen ogen zo min mogelijk naar die data kijken. Daarom is dat ook maar een heel klein groepje van beide diensten die geautoriseerd zijn. Waar je kan zien welke data ze bezocht hebben. Ja. Wat ze ermee gedaan hebben. Alweer ter controle door de CTIFD. Oké, duidelijk. We hebben nu twee stellingen voor jullie voorbereid. Die gooien we gewoon op tafel en kijken wat er gebeurt. Ze zijn eigenlijk al een beetje aan bod gekomen. Eerste stelling waar we het net al een beetje over hadden gehad. Maar dat is meer de ethische kant van het verhaal. Tijdens het slepen wordt gestuurd op een andere misdaad dan het sleepdoel. Het is goed dat de AIVD en de MIVD dit meldt aan het OM en dat desbetreffende worden vervolgd. Het is dus meer de ethische kant van, moet je nou echt blij zijn als dit gebeurt? Want je bekijkt met een bepaald doel, wil je die data bekijken en je vindt iets anders. Is dat wel helemaal kosher? Ik ben benieuwd naar jullie mening. Wat je er in ieder geval van kunt zeggen is dat het breidt in ieder geval het bereik van zo'n wet heel erg uit. Waar je dit dus eigenlijk als wetgever schrijft voor inlichtingendiensten, kan het, als we deze stelling volgen, inderdaad ook in het strafrechtelijk circuit belanden, waardoor het in ieder geval een veel groter bereik heeft en daardoor veel enger is. Maar van de andere kant, het is ook prima als natuurlijk misdrijven worden ontdekt. Ja. Daar heb ik ook niks op tegen. Nee, dat is niemand op tegen. Het hangt ook een beetje vanaf hoe je de stelling leest. Als je het leest als dit gebeurt eenmalig, is een hele andere vraag als dit is iets wat gaat gebeuren wat we allemaal oké vinden. Want als ze het allemaal oké vinden, dan wordt het ook een motivatie om juist meer de wet in te gaan zetten, om meer bijvangst te creëren. En dat vind ik zelf het enge van als dat kan gebeuren. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, zover ik de wet lees. Maar als je het in deze stelling ziet, als we echt allemaal zeggen, top, we gaan eigenlijk nog meer vangen, dan gaat die wet opeens wel heel breed in Nederland ingezet worden. Als we inderdaad willen dat die niet in Nederland wordt ingezet, ik had dat liever in de wet zien staan, maar oké. Als het dat willen dat hij niet in Nederland wordt ingezet, dan moeten we juist dit soort dingen niet toestaan, lijkt me. Misschien toch nog één lans breken dan voor de inlichtingendiensten. Tuurlijk, zij kunnen via dat ambtsbericht dan informatie verstrekken aan de politie. Maar eigenlijk vinden ze dat ook wel veel gedoe, hoor. Want dan moeten ze ook weer openheid geven over hoe ze aan de informatie kwamen. Dus die zitten er echt niet om te wachten om als iemand een film downloadt, om dat te gaan melden aan de politie. Het moet echt wel om een serieus iets gaan. Willen ze dat doen? Dus we kunnen films blijven downloaden, als ik wat ik hieruit begrijp. Heel belangrijk. Als jullie verder niks meer... De conclusie is dan, de insteek zal waarschijnlijk in praktijk niet zijn dat we richten op die bijvangst. Dus daar hoeven we ons niet heel veel zorgen over te maken. Het suggereert weer dat het slepen in Nederland zou gebeuren. Maar ik denk dat niet zo zal zijn.
En dat mag wel volgens de wet mag het, dus laten we ervan uitgaan. In de wet staat dat de dienst zich moet richten op de taken. Ze mogen niet buiten hun taken, het is niet in het taakveld. Dus het voorbeeld wat ik gaf, van we kijken naar de Russen en er komt een Nederlander doorheen lopen, dat is inderdaad bijvangst, want die manier hadden we nog niet eerder gezien. Misschien nog één ding toevoegen. We hebben het elke keer over slepen. Maar als je gewoon grasduin door de wet, hè, er kan veel meer. Hè, hacken, binnentreden van woningen, DNA-databanken maken, internet afstruinen, observeren. Dus daar kan ook allemaal informatie uitkomen. Vergeet dat ook niet. Nee, dat is inderdaad een hele goede kanttekening. En mag dit soort bewijsmateriaal, is dat dan ook echt wettelijk bij de rechtbank? In 2006 heeft de Nederlandse wetgever het mogelijk gemaakt dat dit een zelfstandig bewijsmiddel is waar een strafrechter dus iemand op kan veroordelen. Staat letterlijk in de wet. Oké. Door naar de volgende stelling. Misschien wel de kern van het hele probleem. Als je niks verkeerd hebt gedaan, heb je niks te verbergen. Jolan? Ik heb natuurlijk heel veel verkeerd gedaan, dus ik kan hier niet veel over zeggen. Nee, ik denk natuurlijk, dit is onzin. Iedereen heeft dingen te verbergen. Er is een reden dat we het niet oké vinden als er allemaal camera's in onze woning zouden hangen of microfoons. Dit is het klassieke voorbeeld van 1984, Orwell, van, maar je bent toch allemaal goede burgers, je mag toch wel alles weten uit je leven? Nee, natuurlijk niet. Iedereen wil gewoon zijn eigen leven leiden en in zijn eigen huis zijn eigen privacy hebben. Maar ik maak me een beetje zorgen over het feit, mijn smartphone is bijna nooit meer dan 2 meter van mij vandaan. Weet waarschijnlijk meer over me dan dat ik mezelf kan herinneren. En om die data dan open te stellen aan de overheid vind ik heel erg eng. Ja. Kijk ook misschien een recent voorbeeld met die camerabeelden en die sauna's die allemaal gehackt waren. Ja. Dat is toch een voorbeeld van die mensen hebben niks verkeerd gedaan, maar die vinden dit toch heel erg naar dat dit zo gebeurd is. Ja. Dus privacy is anno nu een groot goed. En zijn we dan ook bang dat er als we nu voor gaan stemmen bij het referendum, stel er een meerderheid voor, zijn we dan bereid om meer van onze privacy in te leveren? En komen we niet op een slippery slope dat we steeds meer goed gaan keuren, als het ware? Eigenlijk, als vandaag de stemming wordt een meerderheid ja, dan geef je als burger inderdaad toch wel een deel van je privacy weer meer op. Ja. Ook al is de verwachting misschien niet dat dit in Nederland gebeurt, maar het kan allemaal wel. En eigenlijk geef je daar wel een deel mee op. En ben je dat bereid in het kader van de nationale veiligheid, wat natuurlijk een heel abstract iets is. Ja. Oké, duidelijk. Ik denk dat we doorgaan. We willen nu even focussen op het referendum zelf. We kaarten het net al aan. Joran natuurlijk, een van de initiatiefnemers. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om het referendum in te zetten? Hadden jullie verwacht dat het zou lukken? Nee. Vorige zomer werd de wet aangenomen en 2 weken later ongeveer zat ik met vrienden te praten in een appgroep. En iemand bracht op van die wet is aangenomen en dat is toch eigenlijk wel heel raar, want we hebben er bijna niks over gehoord. En ik schrok zelf ook een beetje van over hoeveel daarin stond, terwijl ik er nog nooit zelf bijna van... Ik had heel kort een berichtje over gelezen, maar niet veel over gehoord of gelezen. Ik heb toch meestal wel een redelijk idee van wat er in de digitale wereld gebeurt, hoop ik. En toen kwam het eigenlijk op dat op Reddit was geopperd, er kan nog een referendum over gestart worden. Net zoals destijds over het Oekraïne-referendum. Maar niemand nam echt het voortouw. Dus dan heb ik met vrienden gezegd, we programmeren gewoon een website in. We hebben nog 2 weken voordat de deadline is dat er 10.000 handtekeningen binnen moeten zijn voor de eerste ronde. En op hoop van zegen. We dachten eigenlijk niet dat gaat lukken, want dan moet je 1.000 handtekeningen per dag. Dat is idioot veel. Toen hebben we de eerste ronde 20.000 handtekeningen opgehaald in 2 weken. En toen moest de tweede ronde 300.000 handtekeningen. Maar dus je hebt het meer gedaan omdat je vond dat er een referendum moest komen, dan dat jij nou echt zo erg tegen was? Ik was zeker tegen van wat ik er toen las, maar ik was me ook nog aan het inlezen. Want het was nog ook voor mij redelijk nieuw. En daar schrok ik van. Er is geen debat over gevoerd. Er wordt sowieso weinig debat gevoerd over privacy, over veiligheid. En ik vond tijd dat het debat werd gevoerd. En natuurlijk was ik zelf ook in zoverre tegen, dat anders ga je niet een referendum over starten over een wet die je eigenlijk wil. Dus we voelden, maar ik ben eigenlijk ook nu al heel blij, zelfs als vandaag voor wordt gestemd, dat er toch een hele hoop mensen eindelijk eens een keer dat debat zijn aangegaan. Van wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoeveel privacy leveren we nou eigenlijk in? Dat die wet niet zomaar door de Kamer is gekomen. Het is heel stil vlak voor de zomer even door de Kamer gevoerd. En dat is nu in ieder geval niet het geval meer. Dus je doel is meer om de mensen te laten nadenken en te laten discussiëren dan daadwerkelijk... Voor of nee? Het doel is beide. Ik ben heel blij dat het eerst is gelukt. Ik hoop natuurlijk ook heel erg dat het een tegen wordt vandaag. En dat er echt even een hard signaal komt van nee, ga die wet nou herschrijven. Niet dat die wet helemaal van tafel gaat, maar ga hem herschrijven op al die punten die we vandaag hebben genoemd. Plus nog wat andere punten die je net ook noemde.
Maar ik neem in ieder geval al mijn genoegen met het debat dat er is, plaatsvindt eindelijk. Maar een mooi bijeffect zou natuurlijk zijn als er gewoon een hard nee komt. Maar denk je dat er iets zal veranderen als er een hard nee komt? Ik vind het moeilijk te zeggen. Ik ben geen politicoloog. Nee. Ik denk dat het hangt er helemaal vanaf hoe hard nee. En ik denk dat het wel moeilijker wordt voor politieke partijen om het te negeren. In ieder geval in de toekomst. Dat als er een nieuwe wet komt, dat ze wel meenemen van oh, dit hebben we het een keer over gehad. Dan is er een uitslag. Als je nu nog meer nieuwe dingen en ook bij de evaluatie, dat het wel allemaal meegenomen gaat worden. Dus dat het zeker zinnig is om nee te stemmen. Ook al denk je dat ze nu deze wet niet gaan aanpassen. Over 2 jaar is de evaluatie. Misschien wordt die dan wel teruggeroepen. Want Pieter, denkt u dat, dat stel er wordt echt een duidelijke nee, dat er dan iets gaat veranderen nog? Of denkt u dat het gewoon dan door zal gaan? Alles wat is opgehaald in de publieke debatten door het referendum. Dus dat ben ik met Joram eens. Dat is een cadeautje voor de transparantie en de democratie. In de afgelopen 1,5 tot 2 maanden heeft de Nederlandse maatschappij meer over de inlichtingenwereld gehoord dan in de eeuw daarvoor. Dan blijkt dat voor een aantal mensen die dat willen horen, het nut, de noodzaak en de werkwijze best met elkaar gedeeld kunnen worden. Dus dat is meer zinnig geheim dan geheimzinnig. Je directe antwoord op je vraag. Alles wat is opgehaald, dat zal worden meegenomen in de evaluatie. Er komt een evaluatiecommissie en die stelt zich een aantal vragen. En alles wat is opgehaald zal daar worden gebruikt. Stel nou dat het een hele forse nee zou worden vanavond. Dan kan ik me nog steeds voorstellen dat dit kabinet zegt we beginnen wel. Maar we doen wel alvast een aantal amendementen ertussendoor. Voor het einde van de evaluatie. Want die evaluatie staat in het regeerakkoord start binnen 2 jaar. Maar ik vermoed dat ze er wel een jaar over gaan doen. Dus dan hebben we over 2,5, 3 jaar pas de gegevens daarvan. Een halfjaartje erover discussiëren. Dat is wel lang. Dus ik hoop dat de CTIVD zo snel mogelijk met rapporten komt. Waarna een discussie en dan vormt de wet zichzelf. Dat vind ik het mooiste deel van de wet. Die voortdurende loop van verbetering. Jolan, wil je nog iets? Nou ja, de voortdurende loop van verbetering is wel een beetje twijfelachtig. Want er is ook voordat de wet werd aangenomen al een hele hoop kritiek opgeleverd. Door de Raad van State, door Amnesty International, door Free Press Unlimited. En ik vind dat als je de Raad van State en Amnesty International zeggen, hey, hier gaat er toch echt iets heel erg mis. En je luistert daar niet naar, dat je niet echt in een loop van verbetering zit. Ik was bij dat wetgevingsproces. Dat lijkt een beetje op het eten van een worstje. Een worstje kan best lekker zijn, maar je wil niet weten hoe het gemaakt is. De commentaren van de Raad van State zijn voor een groot gedeelte zijn in de wet geland. En wat wel het nadeel is, dat er daarna in de parlementaire behandeling er toezeggingen zijn gedaan die eigenlijk in de wet hoorden. Maar de CTIVD die controleert daarop. En dat is dus nu in de werking van de wet en zal in de evaluatie en daarna de aanpassing van de wet zal dat zijn deel vinden. Een aantal van de commentaren, daar vraag ik mij af of die mensen echt de wet hebben gelezen dan wel de rapporten van de CTIVD hebben gelezen. Dus dat waren gewoon valse beelden. Oké, duidelijk denk ik. Ja, het is alweer bijna tijd. Dus voordat we. Ja, zijn er nog vragen uit het publiek misschien? Hallo, mijn naam is Niels. Bedankt voor alle informatie ten eerste. Ik had nog een vraag over de brief die ook net werd genoemd al van Merel Koning. Die afgelopen week las ik daar iets van in het NRC. Die snijdt punten aan in de wet die juist een hoger risico opleveren op voor sommige veiligheid. Bijvoorbeeld, u noemt dat de tappunten ontstaan in de kabels. En die tappunten die kunnen misbruikt worden. Maar ze noemt in die brief ook dat deze wet ervoor zorgt dat er zwakheden, tekortkomingen in software of in apparatuur
niet aangegeven worden als ze herkend worden door de AIVD of de MIVD, waardoor de software zichzelf niet kan verbeteren en die zwakker blijft voor veiligheidsrisico's. Ik weet niet of je die brief heeft gelezen of je daarover gehoord heeft, maar zou u daar iets over kunnen zeggen? Is dat een risico dat, waar we ons zorgen over moeten maken? Hou het kort, we hebben nog 1 minuut. Volgens mij gaat je laatste deel over het kennen van zero days, dus van kwetsbaarheden die nog niet ontdekt zijn. Daar zouden we dan zelf intensief onderzoek naar moeten doen. De meeste hacks die we nu plaatsen, eigenlijk 100%, maken geen gebruik van zero days, omdat het verschijnsel mens ongedisciplineerd is en dus firewalls en dergelijke. Dus vaak heb je het niet nodig. Als je een zero day gebruikt en je verandert die, dan komt er ook een zekere handtekening van jezelf aan vast. Terwijl als wij een hack plaatsen, dan willen we niet dat het naar Nederland, naar Defensie of de MIVD, de AIVD, teruggeleid wordt. Verder, ik weet niet of het in de wet staat, maar wel in een toezegging, dat zo snel als mogelijk die kwetsbaarheid wel duidelijk moet worden gemaakt. Dus ik begrijp de vrees, maar daar is ook die vrees wordt wel gemitigeerd. Ja, nou, we gaan bijna afsluiten. Ben ik wel benieuwd, al die mensen die bij mijn eerste vraag een hand omhoog steken. Zijn er nou mensen die spijt hebben van hun keuze of hun keuze hebben veranderd na het horen van dit debat? Handen kunnen omhoog. Ik zie dat het invloed heeft gehad op jullie mening. Nee, heel goed. Hopelijk zijn jullie echt overtuigd. Misschien nog een laatste grappige vraag. Kijk, de wet moet zo geconstrueerd zijn dat het maakt niks uit wie in welke positie zit. Hij zou gewoon moeten werken binnen de wet en de veiligheid van de burgers zo goed mogelijk waarborgen. Stel nou een leider met kwaadaardige bedoelingen zoals bijvoorbeeld Kim Jong-un komt aan leiding in ons land. Zouden jullie dan veilig voelen als deze wet ingaat? Ja of nee voldoet? Nee. Pieter? Nee. Maar stel dat de wet er niet zou zijn, dan zou die Kim hem wel invoeren. Ja. Oké. Nee, goed niet, maar daarvoor is ook niet zo'n extreme maatregel nodig. Nee. Dat is al eerder zo. Alright. Bedankt allemaal voor jullie komst. Volgende maand, 10 april, gaan we het in gesprek met Ben Veringa, Nobelprijswinnaar in de scheikunde. Kom dus allemaal kijken, wordt een hele leuke editie, denk ik. Verder wil ik onze panelleden bedanken. Graag een applausje. En dan hoop ik jullie te zien op 10 april. Joep.